Van waar dat concept mevrouw Fink-Wolk? Want u uh, bent projectmanager. Uh, eigenlijk zijn we zelf vanaf 2021 bezig. Wauw! Ja, met de voorbereidingen. Het is niet zomaar even iets dat uh, uit de lucht is komen te vallen. En het concept is eigenlijk ontstaan omdat de overheid het belangrijk vindt om dat stukje uh, klein ondernemerschap, en ook de toerisme sector, daarbij een combinatie, een link te maken en het stukje te bevorderen. Ja. En als we kijken naar de directoraat cultuur, uh, we moeten als Surinamers meer dat stukje cultuur, dat stukje cultuur heritage gaan waarborgen, mensen naar het land toe trekken om te genieten en uh, onze cultuur meer te gaan waarderen. Ja. En daar is onze yang, onze voeding, is daar eentje van, waarom voesting? Omdat het met name gaat, als je kijkt naar het stukje cultuur, om dat stukje oude, dat stukje heritage, dat stukje authentieke te waarborgen. Dus van eigenlijk een combinatie van die aspecten is dit idee ontstaan. We hebben ook een verantwoording internationaal. En dat is omdat Suriname een VN-convention getekend heeft, waarbij ze eigenlijk verklaart uh, al deze waarden te waarborgen. Dus uh, vanuit dit concept. Duidelijk. Mevrouw Salmo, hoe ondersteunt u uw collega binnen het geheel? Oké, okay, er is dus natuurlijk een uh, heleboel dat we moeten organiseren. Je hebt het artistiek gedeelte, je hebt het logistiek gedeelte. Uh, aantrekken van mensen, van de juiste mensen, om eigenlijk het authentieke naar voren te brengen. En daar zijn we dus met verschillende organisaties bezig en ook met individuen bezig. Om te kijken van dat het zo origineel als mogelijk wordt gepresenteerd aan de mensen. Uh, daarnaast is natuurlijk het uh, uh, onafhankelijkheidsplein verschrikkelijk groot. Ja. En uh, dat wordt eigenlijk een, we noemen het bijna een patto, wordt ervan van gemaakt. En dat mensen dus echt kunnen genieten van uh, ja, het, het eten van vroeger, hoe het werd bereid. Dat je ook daarnaar kunt kijken, want we hebben ook live shows um, rond drie uur middag, tot zes uur. Dat mensen ook kunnen kijken van hoe de zaken worden klaargemaakt en worden bereid. Uh, niet alleen gerechten zullen we hebben, ja. maar we zullen ook dranken hebben en we zullen ook natuurlijk die en koekoes hebben. Ja. Uh, mevrouw Vinkwallek, u heeft aangegeven dat u bent 20, 21, 2021 bezig dus u ja. heeft goed nagedacht ja. en dat concept goed voorbereid. Heeft u ook voeling gehouden daarbuiten? Er is zeker weten voeding gehouden naar buiten, want dit is een festival. Ja. En waarom is het een festival? Dat duurt sowieso meerdere dagen, maar het heeft ook een nationaal karakter. Ja. En als je wil weten waar je, je naartoe moet richten, als je moet weten wat je eigenlijk moet doen, wat ja. de mensen willen, dan moet je een beetje veel houden. Daarom hebben we nauw contact gehouden met. De verschillende organisaties die gekoppeld zijn aan de grote bevolkingsgroepen in Suriname, ook ideeën van individuen en ook gewoon gesproken met die Fostinsma. Ja. Want ik kan tot zover teruggaan, maar het zijn echt die mensen die er vroeger waren, die weten van van uh, Mekwa weet je hoe ze kookten, hoe dingen gedaan werden. Dus die feeling houden, dat hebben we zeker gedaan. Ja, dat is eenmaal. Ik bedoelde te vragen met me, of die vraag die ik wilde stellen. Mm -hmm. Heeft u voeling daar um, buiten gehouden? Um, bijvoorbeeld binnen de regio, want we moeten mensen naar ons land halen met dit festival. Dus heeft u bijvoorbeeld um, in Guyana gesprekken gevoerd met mensen? Ik had: hey, als we dit organiseren, gaan de Guyanese naar hier komen? Of gaan de mensen van Sint Maarten naar hier komen? Dus dat bedoelde ik. Oké, okay, nee. Vragen. Oké, okay, ja. mooi vraag. Dit is een pilot. Dit is ons eerste project. Het is een try-out en de bedoeling is dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt, waarmee natuurlijk de toerisme sector wordt gepusht en ook de kleine ondernemers daaraan worden gelinkt. Er is een automatisch uh, uh, communicatieverband uh, tussen, uh, vanuit het directoraat cultuur, met de verschillende organisaties van de verschillende buurlanden, de verschillende eilanden, ja. het Caribisch gebied en dergelijke. En die worden dan op de hoogte gehouden van al onze activiteiten en geplande activiteiten. En op zo'n manier worden ze naar buiten ja. gebracht. Ja. Zijn we zet naar de landen toe geweest? Nee, nog niet, ja. omdat het een pilot is. We willen nu met deze pilot willen we laten zien wat we allemaal te bieden hebben. En dan gaan we die mensen trekken. Het geluk is dat het vakantieperiode is, dus we hebben aardig wat toeristen. Uh, al in Suriname. We, uh, de flyers gaan internationaal. Social media die werkt. De mensen, uh, onze buren, die steken makkelijk over. Dus dat is wel dat stukje voordeel. Ja. Maar de bedoeling is dat on the long term, en als ik praat over long term, dan is het gewoon vanaf volgend jaar, dat we echt specifiek gaan lobbyen, ook in het buitenland. Ja. Hoe hebben jullie die scheiding gemaakt van Forstin Yang, uh -huh. de one of no one, de Nyang voorzien? the man passed in on that bayna and the first yamoro who who have you discussed in salmo utak na ngade smadat sang lek ajino moto blockiers smak maker this and that nom de want eigenlijk be abso so pepre before that i serve ayuno oh, you know bende yeah. so 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 to bende this if you make Ani Triberi. Ja, ja, ja. Ano, Ani Triberi is nu. Ja, ja, ja. Boom, boom, uh, an, uh, ja. Bo, ja. Na na ja. 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 No, na bonsnaar zijn, je tekent Alice, je tekent een bachau, je tuzan, je tekent sweetie. Nee, je abami. Ja. Voor mij. Ja. No, 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 no. Want hier trafasi wil ik nanga voor presentering presenteren ook or toe op cool. de origineel. Dus op de waarin we blad, en waarin we blad, ik kan ook tegen Bami. Ja, ja. ja. so ook toe de, de Hindustani, bij op de Ja. En uh, meestal is het zo, dat is zo, dat is een boulanger, yeah. tomati. Maar eigenlijk, traditioneel, toen, 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 yeah. de mamek ook toe voor Okay, Konno okay. Konoto. Yeah, yeah, yeah. Choka. Yeah. Nanga roti. Dat na yeah. roti. Yeah, yeah. En eigenlijk asada roti. Asada yeah. roti na awansa je mek ina chulha. Ook uh, pepper water of no. Ja. Yeah. Ik kom voor basta, want alles mag mek pepper water of no to. Maar a first thing wang, wo presenteer. Mooi yeah. tori. Messi op jemme seke ede. Ja. Om Hoe schrijf je stekje in de van A? Ja. Mooi toer. Yes. Dus ik kan wel toen neem, maar zo voorst je niet de eten. Want ik kan alle bami, zo zo toen de eten. ingong, uh, kepi, abi. Mm -hmm. Dus mis schrijf nog zelf dat voor je. Ja. Ya. Dus die, die unu schrijf je, zijn die nu ook toe. Yeah. Lek ook toe zo so de, de echte limpje watra. Ja. Ik ja, watra ook toe Osoma. Toch if is dit anders een van de bigissima in Mekkin. Ja. Ook toe aan de koekoe. De koekoe komt modern. Yeah. Kikzi koekoe, yeah. kiksi uh, koekoe. Uh, Marmerkeek, allemaal verbaster, verbaster. Maar voor de Mekkin, ze yeah. hebben de inzet. De uh, man is op een oven. De man is bakken, de man hebben onder de Alle soorten zijn er de Dus dat gaat ook gebeuren? Ja. Yeah. Mika, dat is spannend. Ja. Want de man kiezen de instructie ook toe. Voor den bori, dat is, ja. toch? We horen tapa stonkgedeelte, ja. en ook tapa veldgedeelte. We kiezen de instructie ook toe voor brandweer. Voor voor van boren, veiligheid op eerste plaats na unu, zodat u kan presenteren als een boom. Dus, en mijn collega bedankt ja. over fostering, je actie fostering ook toch? Eerlijk, brei uit zodanig. dat amus de lekwan 31 december. Mm. Alas masabi dat 31 december in mus de ja. Yeah. Mm En -hmm. so, a, we ontwikkel a, a concept DC dat eerste wiki voor of a eerste weekend voor september in das rana. Maar pete wan vraag die mevrouw Salmo. Maar voor bakken en avond u sabi wa tien districten. Yeah. En a fast fa anikerman. Is het een bata? Mm, -hmm. mm -hmm. Mm-hmm. Ama, e hasa, e hasa tu. Ama fu wani kane dorani kerma. Yes. Isa bito yes. fo akoron fro we moksa le isi. Kanda para fro no doro na Sibere. Yes. Fo bakene af. Of, Ouna of no akos kele understand pe tak. Jana ni ker moksa le jana. mm -hmm. Koron moksa le No. Lek mi kufa mi kule kategi ba u start na nga pilot. Yeah. Dus yes. alas ma de verenig in wa organisati. Okay. En wan individu u sa abi. Um, belangrijk is dat de organisatie het yeah. taknanga de sma, yeah. de En die leden ook naar UNO. Okay. Dus ons heeft no sabiza adefu para of coroni of saramaka of hu ja. ja, ja. ja. Want well, dat zou mooi zijn, hè? Een yeah. yeah. uh, wedenschap yeah. tussen uh, yeah. nikeri en coroni, boxalisie <laughs> of bata. Yeah. Oké, okay. maar moeten de deelnemers hun oude recepten eerst indienen bij de organisatie om na te gaan als ze volgens uh, dat recept van uh, hun, 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 hun afvoer gaan werken? Het is een moeilijke vraag, waarom toch? Je zou dus maar Ja. We hebben natuurlijk teachings gehad waarbij we de mensen de voorwaarden hebben vo uh, voorgehouden. En een van de voorwaarden was ook iedereen moest hun eigen authentieke voeding koken. Yeah. Dus alles maar moest worden in Yenang. We weten we zitten in Suriname, weet je, omgekeerd, uh, weet yeah. je, tante kan ook gewoon de de roti maken. Yeah. Maar we willen wel dit keer dat iedereen zijn eigen voeding maakt. Yeah. Wat we hebben gevraagd is dat de mensen zich houden aan hun authentieke recepten. Yeah. En eventueel on the long term dat we de recepten krijgen. Hoe kan Lukufa, ook kan qua recepten boeken ofzo. Maar um, we zijn nog in onderhandeling omdat. Dus maar op deze ingrediënten hebben ze hun speciale touch. Want terwijl we vragen zeggen ze, ik kan u de basis dingen wel geven, maar als speciaal zijn ze allemaal pot in. Dat niet ja. gramma, gramma, gramma leer niet. Ja. Maar we streven er wel naartoe, want het is een geheel en het is wel dingen die we willen overdragen. Ja, en wat je doet, is dat je de mensen ook onderwijst van het is wel leuk dat je al die geheimen van je gramma en je nanny meeneemt. Maar het is ook leuk, want het is een speciale doelgroep van ons, dat die jongeren nu ook gaan waarderen en dat die jongeren ook gaan overnemen. Maar als ze willen overnemen, dan moeten we wel weten hoe we het moeten doen. Ja. Er is wel een limiet, heb ik begrepen, want iedereen kan meedoen. Um, hoeveel deelnemers verwacht de organisatie? Dus er zijn sowieso zes dominante groepen. Mm -hmm. Dus dan hebben we sowieso zes maal twee boetes, dat zijn twaalf boot. En natuurlijk heb je dan de kleinere boots waar mensen dus hun sappen zullen verkopen, hun drank, dus hun drank zullen verkopen. Er ook, uh, wat we ook leuk vinden is dat er ook worst zal worden verkocht, yeah. maar worst die toen op hun manier werden klaargemaakt, zal er ook zijn. Dus er zijn ook wat kleinere stands, ja, maar echt groot zijn er dus twaalf. Ja, maar man, is hier Wars morgen? Nee. Heeft u het gegeten race Wars? Nee. Oh, dat komt vanuit het westen, Juist. dus daarom sabing? Ja. ja toch? Ja toch? Ja. Maar uh, tot slot dames, dus 2 tot 4 september moet weet. men betalen. Nee, hoeft niet te betalen. Nee, het is te... gratis. Ja. En het wordt Nawan Festival, Nawan Visa. We gaan feest vieren met elkaar. Nee. We willen mensen trekken naar het plein en dat ze komen genieten van Afgostin Yang. We hebben ook gevraagd dat de deelnemers dat geheel een beetje in, hun eigen authentieke stijl, eigen authentieke manier. Dus ze gaan ook ter plekke sabairie gaat gebakken worden. Ja. Uh, er zullen mensen zijn in hun authentieke kleding. Uh, we hebben wat culturele optredens ertussen door, Dus het is gewoon een festijn, weet je, het is alsof je terug gaat in de tijd. Okay. En is er dan, uh, als je moet voorbereiden, uh, mm -hmm. de deelnemers, de mensen die kunnen naar de biologie, Ja, de mensen kunnen de bewijs, aan de mensen kunnen naar de bewijs gaan. Mijn collega en collega's zeggen dat de man op een Toe 10ba. Ja. 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 En dan een stukje van kijk. dit is massa oporie 100%. Ja, en van de prijs voelen young, want uh, isabi. Dierting. Ja. Maar hoe uh, denk je de prijs toe? Vanaf 50 SRD. Ik kan bij een yangbaan. Wat mooi spanberen. Ja Oké, okay. goed zo. Dames hebben jullie alles gezegd. Uh, het meeste hebben we gezegd. Wat belangrijk is dat we er ook voor zorgen dat we het veld uh, schoon achterlaten. Er zullen tijdens het festival alle drie dagen zullen er verspreid, uh, uh, vuilnis, hele grote tonnen uh, aanwezig zijn. En die worden om de zoveel tijd geleden naar de centrale plek gebracht. Want we willen niet dat na het festival dat er overal troep ligt. Weet je, we cultural heritage, we willen ook de cultuur beschermen. Dus dat stuk is ook belangrijk voor ons. Uh, daar zorgen wij voor. Aan de veiligheid is gedacht in Maan voor brandweer DAPE, EHBO. Dus je hoeft je niet druk te maken. Het enige wat je moet doen is vanaf vrijdag 3 uur middags tot en met zondag misschien 3 uur op Toch? Ja ja. Mag je bij ons zijn, want het wordt een geweldig festival. Altijd. Altijd. Okay. Ja, dus en per nyan, is er Altijd! Oké, elke dag starten jullie om? Nee, vrijdag starten we om 3 uur, ja. omdat we in Lantimang ja. En de trasmassa moet ook om 3 uur. Dus vanaf 3 uur bakken naar Afgana en naar Kona Uno, Kona Plein. Dat bij Inyang. frey frey ikan kan bay i telek toa fu yoran yeah. sa trawe begin toa fu bakana telek toa fu niti. neti nan sonde family day toa fu yoru ok to telek ti